Hey, leuk dat je kijkt naar Divers Vandaag. Deze keer ga ik je laten zien hoe je Lucky Stars kunt maken. Hiervoor heb je papieren stroken nodig. Dus teken ik op een gekleurd A4 papier in de breedte iedere centimeter af. Dit doe je aan beide kanten. Zo kun je gemakkelijk lijnen trekken. Deze stroken knip of snij je vervolgens uit. Dan heb je dus 21 stroken. Voor één Lucky Star heb je maar één strook nodig. Hier kun je er dus 21 van maken. Dus laten we maar eens beginnen met 1. Maak aan één kant van de strook een lus. Met het uiteinde onder de strook door. Vervolgens steek je het uiteinde door de lus heen. Dan maak je van de lus een vijfhoek door deze voorzichtig aan te trekken. Hierbij zorg je ervoor dat het uiteinde dat door de lus heen ging kort is. Druk de vijfhoek niet aan, de randen moeten namelijk niet scherp gevouwen zijn. Daarna vouw je het korte uiteinde naar achteren. Vervolgens ga je met de lange kant van de strook om de vijfhoek heen wikkelen. Hierbij volg je de zijdes van de vijfhoek, waardoor het papier vanzelf van richting verandert en langs alle zijdes komt. Dit doe je tot je niet meer verder kunt. Het kan zijn dat je dan eerst een klein stukje van de strook af moet knippen, als het papier uitsteekt. Daarna steek je het uiteinde van de strook onder de laag die je daar tegenkomt. Vervolgens hou je de vijfhoek in één hand vast, terwijl je met de andere één van de vijf zijdes in het midden indrukt. Dit herhaal je bij alle zijdes. Nu is de Lucky Star klaar. Dus nog één keer. Maak een lus met het uiteinde onder de strook door. Steek deze door de lus heen. Vervolgens trek je de lus aan en wordt dit een vijfhoek met aan één kant een klein uitstekend stukje. Deze vouw je naar achteren om. Daarna wikkel je de lange kant om de vijfhoek heen tot de strook op is. Zo nodig knip je een stukje af en dan steek je het onder een andere laag. Vervolgens de vijf zijdes nog in het midden induwen. En dan heb je weer een Lucky Star. Het is bijvoorbeeld leuk om zo een potje geluk cadeau te geven. Hiervoor maak ik niet alleen blauwe, maar ook groene, gele, oranje en rode Lucky Stars. Als je deze dan in laagjes in een glazen potje doet, dan vorm je hier een regenboog mee. Zo heb je een leuk potje gevuld met Lucky Stars. Bedankt voor het kijken. Doe je een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En wil je vaker video's van mij zien, dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende keer!